Het aantal coronabesmettingen in Gelderland is opnieuw gestegen. Maatregelen om het virus in te dammen hebben grote invloed op ons dagelijks leven. Goedenavond. Alle scholen in Gelderland zijn gesloten, behalve voor de kinderen van ouders met vitale beroepen. De strikte coronamaatregelen hebben ook grote gevolgen voor de horeca. Kijk, wij gaan dicht met een mannetje of 30 aan de bar. En er staat 200 man te vechten om een wc-rol in een supermarkt. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Gelderland blijft oplopen. Na een update vanuit de GGD's in Gelderland Midden en Gelderland Zuid staat de teller inmiddels op 162 positieve tests. Verslaggever Martijn de Graaf staat voor het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Ja, Martijn, wat zijn de laatste feiten? Nou, bijvoorbeeld dat in dit ziekenhuis 4 mensen die besmet zijn met het coronavirus liggen. Zij worden daar verzorgd. En in de regio Gelderland-Zuid zijn dat er in totaal nu 22. Er zijn er 9 nieuwe bijgekomen vandaag. Onder meer in Nijmegen, Wijchen en in Bergendal zijn mensen besmet geraakt. Maar ook in zorgcentrum Calorama zijn zeker 4 mensen besmet geraakt met het virus. Volgens een woordvoerder worden ze daar intern behandeld. Het kunnen er nog meer zijn daar, maar daar hebben ze geen aanwijzingen voor op dit moment. Kunnen de ziekenhuizen het nog aan? Ja, zeggen ze. Dat kunnen ze, omdat ze heel veel extra maatregelen nemen. Operaties die niet acuut zijn worden verplaatst en ook afspraken die niet per se vandaag of morgen gehouden hoeven worden, die gaan naar een later tijdstip. En zo creëren ze ruimte om die epidemie te lijf te gaan. Minister Bruins heeft ook aangegeven dat er ruim 1500 nieuwe plekken op IC's beschikbaar gemaakt worden op deze manier. En zo kunnen ze dat aan. Maar we moeten er wel voor zorgen, zeggen de ziekenhuizen, dat ze het ook in Brabant, in het epicentrum van die epidemie, aan kunnen gaan. Vol kunnen blijven houden. Want anders, ja, dan komen die patiënten deze kant op. En dat zou problematisch kunnen worden. En na het kabinetsbesluit gisteren zijn alle scholen de komende 3 weken dicht. Alleen de kinderen van ouders met een zogeheten vitaal beroep, die mogen wel naar school. Hoe gaan de scholen daarmee om? Ja, die ouders mogen hun kinderen brengen om ervoor te zorgen dat zij die epidemie te lijf kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten of mensen natuurlijk vooral in de zorg. Als die hun kinderen thuis moeten houden, kunnen ze zelf niet werken en kunnen ze die epidemie niet te lijf gaan. Dat zorgt er dus voor dat zij wel naar school kunnen gaan. De meeste scholen hebben dus veel minder leerlingen, ook in Zutphen. Op basisschool De Parel ging slechts een handjevol naar school. Geen vrolijk geschreeuw van kinderen vanochtend op het schoolplein van de openbare basisschool De Parel in Zutphen. Moeten we wel gepaste afstand houden natuurlijk. Oh ja. 2 leerkrachten vangen de kinderen op die wel gebracht worden. De juffen vinden de beslissing om de scholen te sluiten wel oké. Ja, en als er eentje ziek wordt, dan gaat het wel heel erg snel. Want met een gewone griep gaat het ook razendsnel door een school heen. Dus dat risico wil je eigenlijk ook niet lopen. Het is toch even, ook voor ons zo van jeetje, ja, ook wel heel kaal en saai. En daar komt een ouder, hè? Goedemorgen, juffie. Nou, je mag gewoon lekker straks naar je eigen klas niet lernen. Lekker spelen de hele dag. Hoe was het voor jou? Gisteren even paniek. Hoe gaan we dat doen? Ja. Ik vind het fijne gedachte in ieder geval dat ze wel naar school kan. Dat is wel belangrijk. Mm-hmm. En we zien het wel even hoe het verder gaat. En waar gaat u zo naartoe? Ik ga zo naar mijn werk. Ik werk in de zorg. Dat is nodig natuurlijk. Hè? Dat is nodig, dat blijft. Ja. Oh, ja, dat is niet zoveel vandaag. 2 kinderen worden er vandaag op De Parel opgevangen. Van ouders met beroepen die onontbeerlijk zijn om de maatschappij goed door te laten draaien. En hoe kijken die kleintjes er zelf eigenlijk tegenaan dat ze vandaag maar met z'n tweeën zijn? Ik vind dat eigenlijk niet zo leuk. Ik wil net Silano spelen. Maar dat kan nou niet, want die zit thuis, hè? Ja. Terwijl Amy en Milène met z'n tweeën vandaag alleen op school zijn, overleggen de juffen met elkaar hoe ze de leerlingen die thuis zitten toch nog les kunnen geven. De bieb gaat deze week nog even open voor de kinderen. En we gaan op Kinsey wat dingen klaarzetten, zodat ze daarmee kunnen oefenen en mee aan het werk kunnen. Nou is lesgeven natuurlijk ook een hele uitdaging voor de scholen. Hoe zit het met de online programma's? Zijn scholen daar al ver mee?
Ja, daar zijn scholen de laatste jaren natuurlijk steeds verder zich in gaan bekwamen. En ja, zo'n crisis als deze zorgt ervoor dat dat nog in een stroomversnelling zou gaan. Bijvoorbeeld op scholengemeenschap Veluwezoom. Daar zijn 11 basisscholen op aangesloten. Die zijn er al best ver in en dat gaat nu steeds sneller. En dan mogen ook een aantal leerlingen mogen daaraan meehelpen. Bijna alle leerlingen van de 11 basisscholen van scholengroep Veluwezoom zijn thuis. Maar als het aan de school ligt, stopt het leren niet. Nou, we zien hier dus een rekenopdracht. En als we daarop klikken, dan zien we ook al dat er een aantal kinderen dus al in het werk zijn vandaag. De scholengroep heeft het lesaanbod digitaal gemaakt, zoals hier in Spankeren. Alle leerlingen kunnen thuis achter de computer hun taken doen en als het nodig is, vragen stellen aan de leraar. Het platform laat ons precies zien waar de kinderen staan en hoe ze de opdrachten maken. En als kinderen terugzakken of als kinderen fouten maken, dan geeft dat platform het aan en dan kunnen we bijsturen. Leerlingen die geen goede laptop hebben, mogen die lenen van school. En in de loop van de komende weken rollen de scholen de digitale lessen verder uit. Maar ze beginnen met de basis. Leren lezen, taal, rekenen, dat moet doorgaan. Als kinderen dat een lange periode niet doen, ja, dan ga je echt achteruit. Voor het team van leerkrachten is het een onwerkelijk begin van de week. En dat geldt natuurlijk ook voor de leerlingen en hun ouders. Die het wel fijn vinden dat het leren een paar uur per dag doorgaat. Maar iedereen had wel heel veel positieve energie. Van jongens, we gaan ervoor. We gaan het met z'n allen voor elkaar krijgen. Dat we voor de kinderen toch het beste kunnen gaan bieden. En dat voelden we van ouders ook terug. We kregen gisteravond al ontzettend veel leuke berichtjes van ouders. Die zeiden van, nou jullie kunnen dit. Dit gaat goed komen. We vertrouwen op jullie. En we zijn er ook voor jullie waar nodig. We kregen ook al hulp aangeboden. Ja, en zo zijn er natuurlijk ook nog kinderen die thuis blijven deze dagen. Bij ons op het liveblog op onze website zag ik ook kinderen van collega's druk huiswerk maken aan de keukentafel. En op een dag als vandaag thuis blijven is misschien nog niet zo'n straf. Het was lekker weer, je kunt nog even gaan spelen. Of extra rondje op de speelcomputer, lekker gamen, Netflix kijken. Dat kan allemaal wel een paar dagen. Maar op een gegeven moment zal de verveling er misschien in gaan schieten. En dan is het slechte nieuws daar. Want verreweg de meeste plekken die met vertier en met plezier te maken hebben in Nederland, die zijn tot en met 6 april natuurlijk gesloten. En zo ook vandaag al verreweg de meeste binnenspeeltuinen, ja, die zijn al dicht. Ja, dat is zuur. Martijn de Graaf vanuit Tiel, dankjewel. De strikte coronamaatregelen hebben ook grote gevolgen voor de horeca. Sinds gisteravond geldt ook daar een openingsverbod. En die klap komt dubbel zo hard aan na de toch al slechte start van dit jaar. Ja, dit is eigenlijk heel erg cru. We staan nu op maandag op de Korenmarkt, het zonnetje breekt door. We hebben geloof ik 3 zaterdagen op rij, een enorme storm gehad. Carnavalsoptochten zijn afgelast. Ik denk dat heel veel ondernemers echt uit een moeilijke tijd kwamen. En dat dan juist nu eigenlijk gevraagd wordt aan de ondernemers van joh, ga maar je potje opmaken, want je moet dicht. Ja, ik denk dat dat potje bij heel veel ondernemers in januari en februari zit. Hals over kop de horecazaak sluiten door kabinetsmaatregelen vanwege het nieuwe coronavirus. Wekenlang geen klanten en wel doorlopende kosten. We kregen een bericht om 5:30 van dat je om 6:00 dicht moet. En ik denk, ja, hallo, breng het dan later. Niet zo rigoureus dat we zeggen van om 6:00 alles leeg. En dan mogen we een tijdelijke WW-uitkering aanvragen. En dan mogen we bidden en smeken dat we dat dan krijgen. Een restaurant is natuurlijk wel een ontmoetingsplek waar de kans op besmetting natuurlijk groter is. Dus ik heb wel begrip voor de situatie. Misschien wordt het wel een beetje overdreven in mijn optiek dan. Wij gaan dicht met een mannetje of 30 aan de bar. En er staat 200 man te vechten om een wc-rol in een supermarkt. Maar goed, ik weet ook dat alle dingen die nu bijdragen helpen. Gaan er ook zaken zijn die het niet redden, die 3 weken zonder klanten? Dat hoop ik niet. Ik voorzie wel enige problemen in het bestaansrecht. Even einde kroegtijd en dat betekent voor de Arnhemse horecaondernemer maximaal tijd voor het gezin. Dus ja, we hebben alle tijd voor alle 3 de kids die thuis zitten. Dus dat scheelt voor ons weer. Alleen ja, doordat we hier allebei werken, ook allebei het inkomen hieruit. Maar goed, de kinderen is in ieder geval geen probleem. Wat vind je ervan, Milan? Geen school? Leuk. Wat ga je dan de hele dag doen? Spelen met mijn auto. Ja, de horeca zit in de problemen en dat geldt voor meer bedrijven die veelal arbeidstijdsverkorting hebben aangevraagd. De VVD in de gemeente Westervoort die roept daarom op om voorlopig geen lokale belastingen bij ondernemers te innen. Veel winkeliers en ondernemers in het centrum van Westervoort hebben het al moeilijk. En daarom wil de VVD-fractie ze ondersteunen. De partij wil deze week een motie indienen die uitstel van belastingbetaling voor ondernemers mogelijk maakt.
Als je hier om je heen kijkt naar het hele winkelcentrum, dan zie je natuurlijk al dat er heel veel leegstand is. Gelukkig is het college daar al hard mee bezig. Alleen, ja, dan is dit wel een grote klap die er bovenop komt. En wij willen dat die klap niet fataal wordt. Het is nog niet bekend wanneer de raad een besluit neemt over de motie. De verspreiding van het coronavirus in Nederland roept veel vragen en zorgen op. Omroep Gelderland biedt zijn kijkers en luisteraars de kans om vragen te stellen aan deskundigen. Zometeen na het nieuws in een speciale uitzending. Tot zover de berichtgeving over corona. Ander nieuws dan. Vannacht gingen in Leuth 4 vrachtwagens in vlammen op. Rond 11:30 gisteravond werd het dorp opgeschrikt door explosies. Ja, troosteloos worden we. Ik wil graag nog 2 jaar met deze auto verder. En dan samen met pensioen. Maar helaas. Zo ziet de vrachtwagen van Arnold van der Brink er nu uit. Gisteravond vertelde zijn broer hem wat er aan de hand was. Dus ja, gauw aangekleed hier naartoe. Kom je hier en dan zie je alles in de fik staan. De politie onderzoekt nog hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Maar meerdere bronnen bevestigen al dat deze is aangestoken. De explosies die te horen zijn geweest waren waarschijnlijk de gevulde tanks van de vrachtwagens. Vermoedelijk is er een paar duizend liter diesel in vlammen opgegaan. Arnold kan maar moeilijk bevatten dat zijn wagen er niet meer is. Ik heb er 45 jaar mijn Volvo gereden en met deze al 12. Dat is 1,2,5 miljoen erop. Ja, die zullen ze maar moeten lopen. Vandaag is het officieel. Op alle snelwegen in Nederland is de snelheidslimiet overdag teruggegaan naar 100 km per uur. Veel mensen zullen daar misschien niet zo blij mee zijn, maar dat geldt niet voor een bedrijf uit Geldermalsen. Het bedrijf ontwikkelde namelijk een duurzaam verkeersbord, gemaakt van rijstvliesjes. We hebben natuurlijk in september in Buren voor het eerst de rijstvliesverkeersborden onthuld. Ja, en dat we dan nu al bij een grote opdrachtgever als Rijkswaterstaat 200 verkeersborden langs de snelweg hebben staan, dat is wel een heel bijzonder moment. Hier staan ze dan, op de A9 bij Amsterdam. De nieuwe 100 borden, gemaakt van rijst. De wegwerkers uit de Betuwe leveren graag een bijdrage aan de verduurzaming van de verkeersborden. Ja, wij vinden dat dat behoort tot onze maatschappelijke verplichting. En wij willen op deze manier ook een bijdrage leveren voor een beter milieu. Naast dat de borden van een restproduct uit de voedselketen gemaakt zijn, kunnen ze ook goed worden hergebruikt. Als die plaat afgedankt wordt of is kapot, dan gooi je het in de shredder en dan maak je daar op zich een 100% nieuwe plaat van. Dan heb je dus uit het oude verkeersbord weer een heel nieuw verkeersbord. Ja, dat is machtig mooi. Dat is ook waar de overheid naartoe wil, hè? Circulaire economie. En wat de aannemer betreft, is dit nog maar het begin. Er is een gezegde, hè? Als er één schaap over de dam is, volgen de meerdere. En ik ben er zeker van overtuigd dat dit product de toekomst heeft en dat het zeker zijn uitrol zal vinden in de landen. Niet in een drukke omgeving kunnen werken, belast zijn met een fysieke handicap of de juiste sociale vaardigheden missen. De gemeente Bronckhorst helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt nu zelf op weg. In het leerwerkcentrum in Zelhem worden ze klaargestoomd voor een betaalde baan. Ik heb papieren nodig. Ali heeft de afgelopen jaren al heel wat verschillende werkplekken gezien, maar een vaste aanstelling zat er nooit in. Sommige bij de fabriek misschien voor de praten. Ja, een beetje bij ons buitenland is het Nederlands ook moeilijk taal. Sinds kort is hij aan het werk in het leerwerkcentrum van de gemeente Bronckhorst. Een reïntegratiebedrijf helpt hem. Deze moet aan de andere kant zitten alsjeblieft. Onder elkaar. Samen met 17 andere mensen verricht Ali allerlei werkzaamheden. Wikkelen ook, met de machine, dit is ook, ik heb gedaan. Ja. Tapijten snijden met andere collega's. Wij proberen hun weer werkritme te geven, een opleiding te geven eventueel als dat kan. En dan langzaam richting de reguliere arbeidsmarkt te brengen. De mannen zijn vandaag vol de materiaal aan het bundelen. Dat werk dat komt van het Vorderse bedrijf Print to Pack. Voor de directeur is het een vanzelfsprekendheid om deze doelgroep aan het werk te helpen. Je hebt ook nog iets van een maatschappelijke verplichting. En uiteindelijk kan het. Waarom willen ze in zijn weg? En zeker ondernemers, goede ondernemers, vinden altijd een oplossing voor alles. Zowel in hun dagelijkse gang van zaken als in dit soort gevallen. Ja, gewoon 100 maken, dan 200 in de doos doen. De gemeente wil de komende 3 jaar 90 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen met als belangrijkste opgave. 60% van deze mensen moet uit de uitkering. Wij doen hiermee eigenlijk een voorinvestering om extra begeleiding te doen voor mensen. En daarna moet dat voor ons ook uit het budget gedekt worden, dat er minder geld zijn aan uitkeringen. Ja.
Het eerste succes is al geboekt. Ja, er is al iemand doorgestroomd naar een vaste baan. En ik heb gehoord dat er binnenkort alweer iemand doorstroomt naar een vaste baan. Die dan de juiste diploma's heeft. En naar werkgevers die er ook echt om staan te springen. En dat is ook precies wat Ali graag wil. We werken, niet blijven thuis altijd. Ja. Dan het weer. Het was een prachtige start van de dag en het bleef lekker zacht. Vannacht is het wisselend bewolkt. De wind valt weg en het kwik daalt naar 3 of 4 graden. Lokaal ontstaat een mistbank. Morgen zijn er zonnige perioden. In de middag ontstaan verspreid stapelwolken, maar het blijft droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 13 tot 15 graden. Tot met woensdag blijft het lenteachtig en zacht. En vanaf donderdag dan draait de wind en wordt het kouder. Ook kan het soms een beetje regen vallen. In het weekend kan het lokaal licht vriezen 's nachts. Tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en site gld.nl. En mocht u nou in deze tijd van corona mensen willen helpen, dat kan. Of kunt u zelf wat hulp gebruiken, kijk dan op onze site of app. Of ga naar geldlandhelpt.nl. Mooie avond verder.